Gelukkig nieuwjaar! Oh my god, hoi! Hoi! Oh nee, ik kijk altijd je video's, ik vind het echt heel cool. Een fantastisch nieuwjaar! Ah, nou jij ook een fantastisch nieuwjaar toegewenst. Gelukkig nieuwjaar! Ik ben echt helemaal prillen. Ah. Dankjewel! Ik doe bijna van de banken. Oh! Gelukkig nieuwjaar! Yay, dankjewel! Gelukkig nieuwjaar! Doei! Oh my god, hoor ik nog. Dat waren een aantal kijkers, maar ik wil jou natuurlijk ook een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop dat je een hele leuke jaarwisseling hebt gehad en dat je voorzichtig bent geweest met vuurwerk. Om dat te testen zou ik zeggen, doe een duim omhoog als je hem nog hebt. Dan gaan we na de intro beginnen. This first day, first day. Mocht je trouwens denken, Rutger, wat zie je er fantastisch chic uit. Dank je. Vooral mijn joggingsbroek is erg chic. Kijk. Maar goed, oké. Het is het begin van het jaar en dan hebben heel veel mensen goede voornemens. Maar bijna net zoveel mensen die falen om zich eraan te houden. En om jou een beetje op weg te helpen, heb ik nu 2 tips die mij heel erg hebben geholpen. Allereerst, het maakt niet uit wat je goede voornemen is, maar als je iets wil veranderen aan jezelf, dan moet je dat alleen doen omdat jij dat zelf wil. Niet omdat anderen dat willen, niet omdat je dan in een beter daglicht bij anderen komt staan, maar gewoon puur omdat je je er zelf dan beter bij voelt. Want heel vaak worden goede voornemens bedacht aan de hand van je onzekerheid. Je bent ergens onzeker over en je denkt, hey, dat ga ik dit jaar veranderen. Maar als jij jezelf blijft vergelijken met anderen, dan zul je altijd iemand vinden die in jouw ogen ergens beter in is dan jijzelf. Sportiever is, knapper is, betere cijfers haalt, populairder is. Maar aan het einde van de dag is er niemand die zo goed is in het zijn van jij als jijzelf. En als je echt iets zelf wil veranderen, begin dan gewoon nu. Zie deze video als het ware als startschot. En dat is misschien eng, maar wat je doel ook is, of het nu groot is of misschien wel gewoon heel klein, ik weet zeker dat als jij over een jaar terugkijkt, je heel erg blij bent dat je vandaag was begonnen. Dus begin gewoon vandaag. Of nog beter, begin nu. Dan even iets heel anders. Normaal gesproken plaats ik een oproepje als ik bijna jarig ben. Dan zeg ik, hey, ik ben bijna jarig. Jullie kunnen me een kaart sturen, dan ga ik het in de video openen en dat is leuk. Maar afgelopen jaar heb ik dit bewust niet gedaan. Want ik wilde jullie kaartjes eigenlijk bewaren. Niet voor mezelf, maar voor iemand waarvan ik vind dat ze het echt heel erg verdient. Oma Miep is namelijk op 3 februari jarig. En het is niet zomaar een verjaardag, ze wordt namelijk 80. En ik wil die dag Oma Miep heel graag in het zonnetje zetten, zodat ze die dag nooit meer vergeet. En hoe kan ik dat doen? Nou, Oma Miep is echt gek op kaartjes. Met kerst maakt ze altijd zelf de kaarten en ze vindt het gewoon super leuk om een kaartje te sturen, maar waarschijnlijk nog leuker om er eentje te krijgen. Ik zou Oma Miep heel graag een onvergetelijke dag willen geven met jullie kaartjes. Dus als je iets voor Oma Miep haar 80ste verjaardag wil sturen, dan kan het naar dit adres. Het staat ook nog een keertje in de beschrijving. En doe dat dan voor 29 januari. Op die dag ga ik namelijk de kaartjes ophalen, dus je kan het gewoon nu al sturen als het er maar voor de 29ste is. Het is misschien voor jou een kleine moeite om een kaart te sturen, maar voor Oma Miep is het heel erg bijzonder, dat weet ik zeker. En ik wil haar op die manier gewoon heel erg gaan bedanken voor, ja, dat Oma Miep Oma Miep is. Dat ze altijd zo geweldig is en dat ze een voorbeeld voor mij is. Dat ik later hoop dat ik ook maar iets van het karakter van Oma Miep, de positiviteit, mag hebben als ik later oud word. En ik ga er natuurlijk een video van maken. Ik heb er nu al heel erg zin in. En dan nog één ding. Ik had laatst een raar pakketje in mijn postvak. Het zat gewoon ingepakt in papier. Alleen mijn naam erop. Geen afzender, geen brief erbij. Ik pakte het uit en het was dit. En wat is dit? Ik dacht eerst, oh, misschien is het een iPhone standaard. Maar dat past niet. Of een soort snijplank. Maar nou ja, dat lijkt me ook een beetje raar. En toen ging ik het wat beter bekijken. En ja, hier heb je van die rare scharniertjes. Maar daar zit dus iets vast. Je zou het zo moeten kunnen uitschuiven, maar dat kan niet, want er zit ook weer een pennetje zo in volgens mij. Dus, maar wat is dit? Ik wil weten of er iets in zit of zo.
Je krijgt het gewoon niet open. Ik kan hem natuurlijk wel gaan open slopen, maar dat zou zonde zijn. Ik denk dat het op een of andere manier open kan. Dus als jij weet hoe je dit ding open moet maken, laat het alsjeblieft weten in de reacties. Ik ben zo benieuwd wat hierin zit. Als er iets in zit. En waarom stuur je me dit? Volgens mij, misschien is het wel een geheime boodschap of zo. Anyway, ik ga alle comments lezen en alles proberen wat jullie zeggen. In de volgende vraag het fur, die over een tijdje komt. Dus daarin zal ik hem dan openmaken. Als ik hem niet via de puzzelmanier open krijg, dan ga ik hem gewoon open slopen. Ik wil gewoon weten wat erin zit. Maar dat betekent trouwens ook dat jullie nieuwe vragen kunnen achterlaten. En opdrachten trouwens voor de nieuwe vraag het fur die, ik denk, eind deze maand ongeveer komt. Maar tot die tijd ben ik zo benieuwd wat hierin zit. Ah, dit was de allereerste video van 2015. Ik hoop dat we er een heel vet jaar van... Nou ja, hoop. Ik weet dat we er een heel erg vet jaar van gaan maken. Wacht maar af. Oh, zo irritant dit. Voor nu heel erg bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe ook even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je heel graag volgende week Thursday. Maar tot die tijd... Stay fabulous! Doei! Maar Femke zei net dat ze het knap vond dat ik een nummer als leuk genoeg heb kunnen bedenken. Maar ik heb nog niet alles verteld.